Ik heb gestudeerd aan het conservatorium. Klarinet heb ik gestudeerd. Ik heb na mijn studie eigenlijk jarenlang muziekles gegeven. Nou, ik ben jarenlang beleggingsadviseur geweest. Ik heb ooit gezegd dat ik niks in de financiële wereld eigenlijk wilde. En daar ben ik toch in terecht gekomen. Ik werk nu bij de gemeente Heusden als beleidsmedewerker kwaliteit / inkoopcoördinator. Heb nu 15 jaar gedaan. En nu klaar om de overstap te maken naar het onderwijs. Waarom ben ik naar het onderwijs gestapt? Tijdens coronatijd zat ik achter mijn pc thuis. En besefte ik me toch dat ik het niet heel erg betekenisvol vond wat ik deed. Loopbaanonderzoek gedaan. En daar kwam ook onderwijs uit. En toen is de bal gaan rollen. Ik ben heel commercieel, dus ik denk dan kan ik weer voor een commerciële organisatie gaan werken. Daar wordt het bedrijf heel gelukkig van, maar niet ik als persoon. Dus ik ben echt gaan nadenken, wat vind ik echt leuk? Als kind af aan heb ik gezegd dat ik juf wilde worden. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dat doen. Ik ben gestart eigenlijk vanaf een ouderavond die ik op school had. Waarin de directeur een oproep deed van, goh, ben je iemand? Ken je iemand? Loop eens binnen. Dat heb ik gedaan met het idee van, ik weet niet of ik echt weer 4 jaar wil studeren. Niet wetende van het zij-instroomtraject. Ik ben iemand die van aanpak houdt. Dus ik ben heel blij geweest met het zij-instroomtraject. Want als ik eerst in de studieboeken zou moeten zitten en daarna pas in de praktijk mag brengen of met stage, dat is niet iets wat bij mij past. Dus in dat opzicht kun je meteen toe gaan passen in de praktijk wat je op school hebt geleerd. Ik vind hoe makkelijk je opgevangen wordt. Je bent toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Je komt van een andere werkgever, geen enkele ervaring. Maar iedereen gaat er heel positief mee om en waardeert het ook. De kinderen zie je meteen als juf. Zodra je over de drempel heen stapt, ben je juf Debbie. Echt hartstikke leuk. Ik heb de begeleiding vanuit Mondriaan als heel positief ervaren. Want eigenlijk meteen vanuit het sollicitatieproces waar ik in zat, is er meteen iets opgestart met alle zij-instromers die binnen Mondriaan zouden starten. Met een coach daarop. We konden met elkaar sparren. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje, dus dat was heel prettig. Wij waren met z'n vijven allemaal nieuwe start- en leerkrachten. En dat praat gewoon heel fijn. En de intervisies en de begeleidingsgesprekken, maar ook de beeldbegeleiding die we vanuit Mondriaan hebben gekregen, die hebben daar heel erg bij geholpen. Ik zou sowieso zeggen, ga eens een keer kijken op een school. Draai eens een keer een dagje mee, zodat je weet wat het is. Ja, je kan het in geen woorden uitdrukken wat je ervoor terugkrijgt. Want toen zei ik ook, ik heb nog nooit zo hard gewerkt als in het onderwijs, maar je krijgt er zoveel voor terug. Na een werkdag heb ik zoveel energie, neem ik ook weer mee voor de rest van mijn week. Maar gewoon het feit dat ik op deze leeftijd me niet heb laten leiden door al die beren en door alles wat iedereen zegt, oh, ga voor zekerheid. Nee, gewoon doen. Dus het geeft me echt een heel goed gevoel over mezelf. Dat je dat gewoon durft en doet, ook al is het eng. Dat. Het belangrijkste vind ik dat ik betekenisvol werk doe. Dus in de financiële wereld ging alleen maar om geld en nog meer geld maken als beleggingsadviseur. En nu ben je echt, sta je aan de ontwikkeling van kinderen. En als ik dan zie wat je daarvoor terugkrijgt, ja, dan weet ik iedere dag weer dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ja. Ja, tegen mensen die nog twijfelen en denken misschien wil ik het wel gaan doen, zou ik willen zeggen dat als je hart er sneller van gaat kloppen en als je hart je ingeeft dat je de sprong moet wagen, dat ze het zeker moeten proberen. En het is een intensief traject, maar als je dat graag wil, dan lukt dat. En dan haal je er zoveel voldoening uit en dan zoveel meer werkgeluk haal je eruit dat het echt absoluut waard is.